bijna een soort verslaving, denk ik. Ik kan het gewoon niet laten. Wat ik dus het allermooiste vind aan het schrijven, het moment wat ik het allermooiste vind, is dat ik begonnen ben en dat ik enthousiast ben over mijn idee en dat niemand verder weet in de hele wereld wat ik voor idee heb. En ik weet niet waar ze dan precies vandaan komen. Het kan van alles zijn. Het kan zomaar een beeld zijn wat in mijn hoofd zit. Of het kan zijn dat ik ergens een gesprekje heb gehoord of een geur heb geroken en dat dat iets in me achterlaat. Ik merk dan ook meteen aan zoiets dat dat iets is waar iets groters achter zit. Maar ik weet zelf nog niet wat dat is. Dus zo'n idee zit dan in mijn hoofd en dat kan dan een plaatje zijn. Bijvoorbeeld bij films die nergens draaien was het beeld van een bioscoop. Bij Duizend en Ik was dat het beeld van een grijze mensenmassa, waarin iedereen met de neuzen dezelfde kant op de hele tijd dag in dag uit hetzelfde deed en eigenlijk ja, nauwelijks levend was. Dat beeld op zich is voor mij dan al genoeg om een, langzaam maar zeker een heel verhaal uit op te diepen. Ik heb ook het idee dat zo'n verhaal er dus al eigenlijk een beetje is. Dat het al bestaat. Hè, dat idee wat ik heb, dat beeld, dat een soort van eerste ingangetje is in dat hele verhaal. En dat het voor mij vooral een kwestie is van het voorzichtig blootleggen van het verhaal. Het ontdekken van wat er dan allemaal achter zit. En dat dus heel langzaam maar zeker om me heen ontstaat. En eigenlijk ergens dus al bestaat. Dat ik gewoon de eerste ontdekker ben. Ik denk dat de sfeer in het boek heel belangrijk is, ook voor mij als schrijver. En dat heeft dus ook heel erg te maken met waar het zich afspeelt. En dan gaat het ook vooral om kleine details, om gewoon, die zetten de sfeer heel erg neer. Dus ook vooral denk ik hoe personages reageren op de omgeving. En voor Cato in Films die nergens draaien is bijvoorbeeld haar slaapkamer belangrijk en het uitzicht dat ze daar heeft en het gevoel dat daar ergens in de verte dan een snelweg is die ze dan hoort en waar ze over fantaseert. Maar ook bijvoorbeeld het weiland waar ze als ze naar Dickie gaat, een vriend van haar wat verderop in het verhaal, dan ligt ze in het weiland en dan komt er een trein langs razen. Dat zijn allemaal dingen die voor mij heel erg beeldend voelen. Dat is iets waar ik dan zelf heel erg ben. En hoewel ik dus ook niet zo heel gedetailleerd omschrijf hoe bijvoorbeeld Cato's kamer eruit ziet, wat voor kleur muur ze heeft of wat voor meubels er staan, is het dus kennelijk toch heel beeldend, want heel veel mensen die voelen dat en die zien dat heel erg voor zich als ze mijn boeken lezen. Ik denk dat dat vooral komt doordat het door de ogen van de hoofdpersonen beleefd wordt en dat ik daar erg mee bezig ben. En die ken ik dus ook nog niet van tevoren. Ik heb wel natuurlijk een idee wat voor soort mensen daarbij horen. Daar heb ik ook wel een heel sterk gevoel bij. Maar het zijn wel echt mensen die nog een soort van vreemd voor mij zijn. En die ik dan langzaam maar zeker door de acties die zij ondernemen in het verhaal, door hoe ze omgaan met dingen die ik ze voorschotel, ontdek ik eigenlijk steeds beter wie ze zijn. En dat kan dus ook soms leiden tot dat ik met een probleem zit, omdat ik eigenlijk een bepaalde kant op wil met het plot. En dat het gewoon niet gaat, omdat het gewoon niet klopt bij het personage. Dat zou iemand nooit doen, bijvoorbeeld die kant op gaan die ik wil. En dan moet ik dat natuurlijk gewoon onderkennen. Dan moet ik ze laten zijn wie ze zijn. En dan kom ik vaak ook weer op hele interessante nieuwe wendingen. Die het wel geloofwaardig maken dat het ook echt gebeurd is. Het grappige is dat ik ook altijd muziek aan heb staan. Dus als ik aan het schrijven ben, dan zorg ik ervoor dat ik, dat is bij elk boek weer anders, dat ik een hele playlist heb gemaakt van muziek die past bij de sfeer van het verhaal, bij de karakters past. En eigenlijk moet ik dat altijd aan hebben. Als ik dat niet doe, dan schrijf ik gewoon minder goed en dan voel ik het minder. Dus ik denk ook dat ik heel erg door die muziek ook heel erg beelden begin te zien en sferen begin te voelen van waar het boek zich afspeelt. Muziek is toch wel heel erg hetzelfde ook als taal voor mij. En taal is natuurlijk ook heel muzikaal. Taal heeft een ritme en een melodie. Als je aan het praten bent, dan zing je ook een beetje eigenlijk. Dus het lijkt heel erg op elkaar, ook omdat het een dynamische kunstvorm is. Ik weet niet of je het zo moet noemen, maar het is in ieder geval niet statisch. Het heeft een begin en het ontwikkelt zich door de tijd heen. En het eindigt ergens anders, net als film. Dus in die zin heeft het heel veel overeenkomsten. Dus als ik aan het schrijven ben, wil ik ook altijd muziek aan hebben en hoor ik er ook altijd iets bij. En ik maak ook muziek
bij de luisterboeken van mijn boeken. Dus die twee zijn echt wel met elkaar vervlochten. Ik merk ook dus grappig genoeg dat in al mijn verhalen tot nu toe muziek ook een rol speelt. In het filmpje Nergens Draaien zit een pianostuk wat van groot belang is. Dus ik heb het idee dat ik altijd wel iets van muziek erin moet verwerken. Dat hoort toch een beetje bij me. Sinds ik kan schrijven, schrijf ik al verhalen, heb ik het idee. Dus ik heb ook nog schriftjes van dat ik in groep 4 zat, dat ik al verhalen schreef. En ik ben eigenlijk vanaf dat moment steeds langere verhalen gaan schrijven. En toen ik een jaar of 20 was, heb ik denk ik mijn echte eerste volwassen boek geschreven. Ik schreef echt dag en nacht en ik deed niks anders meer. Ik woonde in een studentenhuis en dat was altijd heel gezellig. Maar ik had ook helemaal geen contact meer met de anderen, want ik zat alleen maar aan mijn bureautje. En toen ik dat af had, toen dacht ik dat ik een wereldberoemd boek in spe had geschreven. En opgestuurd naar een uitgever. En dat werd meteen ook afgewezen trouwens. Ja, ik denk dat het winnen van de Gouden Griffel wel inderdaad een soort rust heeft gegeven. Ik ben al heel lang bezig met schrijven. Ik probeer al heel lang iets te publiceren. En dat lukte eigenlijk nooit. Toen ik 40 was, toen kwam het eindelijk zover dat er ook een boek van mij in de winkel kwam. En ik realiseerde me ook wel, ook al vanaf dat ik klein was, dat als ik iets heel mooi vind, dat iemand anders dat misschien helemaal niet mooi vindt. Daar was ik vroeger als kind al heel erg teleurgesteld in soms, dat ik dan muziek heel erg mooi vond en dat ik dat wilde laten horen aan iemand en dat iemand daar helemaal onverschillig onder kon blijven en dat dat verschil dus zo groot kan zijn. Dus dat die beleving zeker niet een soort van unaniem iets hoeft te zijn. Maar ik merk dus, het winnen van een Gouden Griffel en ook het feit dat films die Nergens Draaien zo ontzettend veel gelezen wordt en dat ik heel vaak berichten krijg, ook van kinderen en van volwassenen die me willen zeggen dat ze het boek zo mooi vinden, merk ik dus dat wat ik dus heel mooi vond, wat ik heel belangrijk vond om te maken, dat compleet los van mij in een boekvorm, zonder dat ik daar nog uitleg aan hoef te geven, overkomt op andere mensen en achterlaat bij andere mensen wat ik dan belangrijk vind. Dat is een enorme opluchting, heel gek, maar dat is dus iets wat dan heel belangrijk voelt, wat ik los kan laten. En ik merk dus nu ook dat ik, na dat winnen van die prijs en na de erkenning die het boek sowieso heeft opgeleverd, dat ik wat vrijer schrijf, denk ik. Dat ik denk, dit is goed, dit is gelukt en ik ga nu gewoon door met doen wat ik zelf belangrijk vind, waar ik achter sta en dat is goed. En dan, dat geeft me meer zelfverzekerdheid in wat ik maak.